mensen, ik ben Saskia Boef en ik had gisteren ook een filmpje gemaakt over jullie te beoordelen en nou ga ik weer een filmpje maken. Maar dan ga ik de vlog van Den Haag eens beoordelen. Ik weet niet, kijk daar even, dat is mijn zoon en die is briljant aan het spelen. Wat ben jij aan het zeggen, man? Wat heb je tegen mijn druppie? Nou, hij krijgt van mij een dikke 10. YouTuber. En ze krijgt hem ook een dikke 10. En ze is ook een hele goeie. En ze maakt leuke vlogs met haar zus erbij. Dus ja, abonneer ook op haar kanaal. Want ze is heel goed en ze heeft dit ook goed gedaan. En ze kan heel goed vloggen. En ik vind dat je heel goed kan vloggen. Kleine YouTuber, ik kan heel. Ja, ik vind dat je heel goed kan vloggen. Kleine YouTuber. En ik ben trots op je meisje. En ga zo door, je krijgt van mij toch een dikke 10. Nou, dat straks bij de andere beoordeelfilmpje van de YouTuber. Dit is Mees. En hij gaat ook met Vincent om. En dus ook een YouTuber. Hij krijgt van mij ook een 10. En hij maakt ook een goede YouTube filmpje. Dus ja. We moeten natuurlijk een plek vinden waar je niet zegt. Dus hij krijgt mijn dikke 10. Want hij is ook een goede YouTuber. Nou Mees, ga zo door en ik ben trots op je. Tio Latoy, ik vind de intro heel leuk gedaan. Voor Tio, we hebben ook een dikke 10. En ik ben een hele goede YouTuber. Ik heb zo lang. Oh, ik moet stoppen met rennen door dit huis. Maar ik ben zo enthousiast en zo blij. En je krijgt van mij een dikke 10. En je maakt hele goede intro. En je hebt een mooi huis. Dus een dikke 10 hoor. Zie jou dat zo bij de andere laatste YouTuber die ik ga beoordelen. Oh nee, bijna te raad de YouTube die gaat worden. Dit is Nick Roosen en dat is een beste vriend van Vincent Visser. Hij is ook een YouTuber. Hij krijgt van mij ook een dikke 10. En ik heb deze YouTube kanaal nog nooit bekeken. En ik ga deze zeker bekijken in de vakantie, dan heb ik meer tijd. Dus ja, ik... Een wc. Nou, leuk hoor. Oké, nou, dikke 10 voor jou, Nick Roos. Dat je ook grappig bent, krijg je ook een dikke 10. Dus tot straks bij de volgende YouTube die ik ga beoordelen. Roberto Koppens. Hij is wel eens in Hallinge geweest. En ik zat ook in zijn vlog. En hij krijgt van mij ook een dikke 10. En hij kan heel goed zingen, dansen en... vloggen. Dus Roberto, ga zo door. Ik ben trots op je jongen en je krijgt van mij een dikke 10. Marina is ook een YouTuber. Ze is wel blind, maar ze doet het heel goed. Ik ben heel blij van haar dat ze eigen YouTube kanaal heeft gemaakt. En ze heeft dit ook leuk gedaan in haar klas, om haar verjaardag te vieren. En Marina krijgt me ook van mij een dikke 10. En ga zo door Marina, ik ben trots op je. Nou, dit is Jornimo, maar ik vind zijn naam uit te spreken, maar dit is ook een YouTuber. Hij krijgt van mij ook een dikke 10, want hij kan ook heel goed vloggen. En hij gaat... Kom bij de wc's terecht, maar ja. Nou... Dit is Alexandro, die krijgt mij ook een dikke 10, want hij kan ook heel goed zingen en rappen. Ja, zelfs Sigurd vind je cool, Alexandro. Nou, Alexandro krijgt ook van mij een dikke 10. En jij ook, Robert, ik bedoel, Chorimo en Alexandro, allebei een dikke 10. Nou, dat is straks. Bibi, hier sluit de vlog mee af. Niet op mijn cloud.
Dus deze, met dit YouTube filmpje sluit ik mijn vlog mee af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En like en abonneer op mijn YouTube kanaal. En veel kijkplezier.